de beren bont. Met dikke beren, kleine kont. Met beren met een beren schoen. Ze waren beren goed. En Brom, de kapitein, zat aan het stuur. Dan varen ze weer naar een ander avontuur. Ahoy, de berenboot is aan. Nu kunnen ze beginnen gaan. Ahoy, ahoy, ahoy. Dat is geen schatkist, maar een boekenkist. En daar heb ik niks aan. Ik wil geld zien. Zaken zijn zaken. Dus jij wilt nog steeds geld van tante Neel hebben, omdat haar opa, jouw opa, heeft beroofd? Natuurlijk, hè. 300 duploenen. Niet zo haastig. Luister eerst eens wat Piet Piraat in deze brief schrijft. Hier, tante Neel, lees jij maar voor. Tenslotte was het jouw opa. Aan mijn kleinkinderen. Ach, dat schreef opa dus aan mij, hoewel ik nog niet eens geboren was. Schiet nou op. Staat er in die brief dat hij zijn goud verborgen heeft? Nee, hij heeft niets verborgen. Hij heeft alles teruggegeven. Wat? Dat er staat niet dat... Hossa, daar ga je van. Nou, ik ben jouw waffel. Vooruit, tante Neel. Lees maar voor. Aan mijn kleinkinderen, die opa. Na mijn misdadig leven werd ik overspoeld door berouw. Want toen na vele jaren ik terugkwam als piraat, toen wou niemand me kennen, want iedereen was kwaad. Ik weende bittere tranen, ik weende lang en luid en droevig snikken. Deed ik toen afstand van mijn buit. Oh, opa. Ja, zeg dat wel. Als hij zijn buit heeft weggegeven, heb jij niks om mij te betalen. En ik moet terug hebben wat hij van mijn opa heeft geloofd. 300 dubloenen. Ho, ho, ho. De brief is nog niet uit. Lees jij maar verder, Brom. Ik kan niet verder van de emotie. Goed. Hij schreef verder dat hij de buit teruggaf aan ieder die hij beroofd had. Dus ook aan jouw opa. Leugens! Die 300 dubloenen heeft hij nooit aan mijn opa teruggegeven. Als je even stil bent, zal ik je dat ook uitleggen. Nadat hij de buit had teruggegeven, leerde hij een eerlijk beroep. Hij werd herenkapper. Maar niemand wou zich laten scheren door iemand die piraat was geweest. Arme opa. En wat deed hij toen? Toen werd hij belastingambtenaar. Oh. En daar had hij veel aanleg voor. Zo inde hij bij ene F. Frederikszoon de Kei 300 dubloenen aan achterstallige belasting. Oh. Nee, belasting. En dat is... Nou ja, in elk geval hoeft tante Neel jou niks te betalen. Dus opa was toch niet kwaad. Hoewel hij het over had, kon hij het toch niet laten. Zo gaat dat met piraten, altijd gaat dat zo. Hij was de schrik der zeeën, en toch was hij niet kwaad. Want in zijn hart verfoeide hij het leven van piraat. Hij plunderde de schepen, maar toch was hij niet slecht. Want als hij ze beroofd had, dan weende hij oprecht. Berouw komt na de zonde, berouw komt steeds te laat. En de moraal van het lied is, ach, word toch nooit piraat.